Dit is Benjamin. Zijn beroep, technicus brandbeveiligingssystemen. Gewapend met een ladder en een gereedschapskist gaat hij het bedrijf binnen. Een brandbeveiligingssysteem is hier al. Benjamin's taken voor vandaag: controleren of het systeem nog up-to-date is en herstellingen uitvoeren. We zien Benjamin werken aan een schakelaar en een branddetector. Maar je hebt het mis als je denkt dat dat het enige is dat hij doet. Regelmatig installeert hij echte brandmeldcentrales. Die zijn vooral te vinden in hotels, ziekenhuizen, kantoren en opslagruimtes. In grotere gebouwen dus. Benjamin bestudeert aandachtig het plan. Alleen daarmee kan hij zijn controleopdracht goed uitvoeren. Is de rookdetector nog in orde? Dat kan Benjamin nagaan met een speciaal middel. Even spuiten om te zien wat het effect is. Ook de schakelkast wordt aan een controle onderworpen. Er zijn wat aanpassingen nodig, merkt Benjamin. Met de nodige vakkundigheid voert hij die uit. Het werk van Benjamin zit erop. Voor hij weggaat, legt hij het hoofd van de interne veiligheid nog uit wat hij gedaan heeft. Zo is ook die weer op de hoogte.